Het uniform, ook het topstuk? Ja, dit is echt een unicum. De enige in de wereld. Het is het enige uniform van generaal Maciek bekend en wij hebben dat. Niet helemaal teleurgesteld. We hadden natuurlijk wel heel veel voorbereidingen gedaan. Maar goed, het liep al een paar weken die richting uit. Dus op een gegeven moment dan voel je dat het eraan gaat komen. Het uniform, ook het topstuk? Ja, dit is echt een unicum. De enige in de wereld. Het is het enige uniform van generaal Maciek bekend en wij hebben dat. De held van Breda. Ja. Want hij koos ervoor om Breda niet plat te bombarderen met tanks en kanonnen, maar om de stad huis voor huis te bevrijden. En daardoor heeft de stad nog steeds de uitstraling die het voor de oorlog had. Ja. Daardoor is er minder schade ontstaan en zijn er relatief weinig burgerslachtoffers ook gevallen. En daar zijn de Bredaners tot op de dag van vandaag de Polen nog steeds dankbaar voor. Ja.